Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aert. We kijken naar het verloop van rationale functies van hoe de bal, hol en het buigpunt met de tweede afleiden. In een functie geven we f van x is x plus 1 gaat door x gedraaid min 2x plus 1. In een andere video hadden we reeds het tekenverloop opgesteld, hier min plus met de verrekant van tot en het nulpunt, en die functie reeds getekend. Ja, hier is getekend, je ziet de verrekant van tot, je ziet daar het minimum en de nulpunt. We gaan nu proberen van deze functie het buigpunt te zoeken waar de functie bol en hol is. Dus we gaan de tweede afgeleide berekenen. Daarvoor moeten we de eerste afgeleide berekenen. Dus we gaan afgeleiden x plus 1 gedeeld door. En f van x plus 1 opschrijven is x plus 1. De noemer wordt x min 1 kwadraat. Dit is x plus 1 gedeeld door x min 1 kwadraat. Dat is een merkwaardig product. Dat gaan we afleiden. Dus f van x afleiden. Dit is de quotientregel. Dus eerst de teller afleiden. Dat wordt 1 maal x min 1 kwadraat. Min teller maal afleiden van de noemer. X plus 1. Maal 2 keer x min 1. 2 keer x min 1 gedeeld door x min 1 tot de vierde. Ja, dan brengen we hier x min 1 buiten. We gaan die uitwerken, we gaan x min 1 buiten brengen. Aan beide kanten heb je x min 1. Ja, dus breng je x min 1 buiten. Dan krijg je x min 1, dan krijg je hier. Ja, 1 plus 2 keer x min 1. Gedeeld door x min 1 tot de vierde. Als je het uitkrijgt, je 1 over x min 1 tot de derde, 1 min x 1 valt weg. Hier krijg je x plus 1, ik ben x plus 1 vergeten, bij de eerste x plus 1 vergeten. Je krijgt dus x plus 1, en ik houd over, min x min 3. Als je het uitwerkt, krijg je min x min 3 gaat er x min 1 kwadraat. Ja, dat betekent dus dat het nulpunt van deze afgeleiden is x gelijk aan 3. Ja, x min 3. Dat betekent op de waarde min 3, dus hier heb je een extremum, dit kan was het minimum. Dat is de eerste afgeleide die daarvoor dient, dus dat is een minimum daar gevonden. Nu, deze video gaat over bol, hol en buigpunt, daarom gaan we de tweede afgeleide berekenen. We gaan voort, we gaan de vergelijking min x min 3 tot x min 1 tot de derde nog eens afleiden, de tweede afgeleide. Dus we gaan eerst de teller afleiden, dat wordt min 1. Ja, opnieuw een quotientregel, de teller afleiden, min 1 maal x min 1 tot de derde. Ja, min, de teller, min x min 3, maal 3 keer x min 1 kwadraat. Gedeeld door x min 1 tot de zesde macht. Dan breng je opnieuw x min 1 kwadraat buiten. Aan beide kanten merk je x min 1 kwadraat, die kun je buiten brengen. Dus x min 1 kwadraat. Ja, gedeeld door x min 1 tot de zesde, ja, maal, je houdt over, hier, min x min 1, die hou je over, min x min 3, en die min wordt een plus, wordt dus 3 keer x plus 3. Ja, als je uitwerkt, krijg je hier 1 over x min 1 tot de vierde, er valt een tweede macht weg, en je houdt over, het uitrekent, min wordt 2x, en 1 plus 9 wordt 2x plus 10. Dus ik krijg de vergelijking, tweede afgeleide, 1 gaat door x min 1 tot 4 maal 2x plus 10. Daar gaan we een tekenverloop opstellen. Deze term is altijd positief, je telt niet mee. We gaan alleen kijken naar 2x plus 10. We gaan dus het tekenverloop van 2x plus 10 berekenen. Dus die functie wordt 0 voor de waarde min 5. Wordt die 0. Ja. Voor het teken is die negatief, daarna is die positief. Dat betekent, bij je 0 heb je een buigpunt. Daarvoor heb je hol, een buigpunt en daarna bol. Dus min betekent hol, plus betekent bol en min 5 is je buigpunt. Dat betekent dus min 5 is je buigpunt. De waarde van min 5, als je f van min 5 berekent, dan krijg je de waarde min 1 vierde. Ja, dus we hebben een buigpunt gevonden dat min 1 vierde. Voor het buigpunt is alles bol, naast een bol. Dus hier bij de waarde min 5 ja, zal de functie lopen op min 1 vierde. Voor het buigpunt ja, was alles, in de tweede afgeleide negatief is alles dus bol. Ja, en na het buigpunt ja, zal alles hol worden. Ja, dus min betekent bol plus hol. Je hebt dus een functie die eerst zo bol draait. Bij min 5 draait je om en wordt de hol. Dan gaat de hol stijgen en daarna hol dalen. Dat is dus het verloop van de rationale functie met de tweede afgeleide te berekenen kun je buigpunten vinden bij Vollenhoven. Je moet eerst natuurlijk de eerste afgeleide berekenen, waar je minimum kunt vinden bij de warming 3. Maar bij de tweede afgeleide voor te gaan vind je je buigpunt en je bol en hol. Dank u wel voor de aandacht en de volgende keer.